2022 stond in het teken van de hoge en wereldwijde inflatie. De rijke landen kregen pieken te zien die we enkel nog kenden van de olieschokken in de jaren 70. Bovendien verschilde het inflatieritme tussen de lidstaten binnen het eurogebied. Zo kreeg Frankrijk af te rekenen met een gematigde piek van ongeveer 6%, terwijl de Baltische staten met bijna 20% af te rekenen hadden. De hoge inflatie had meerdere oorzaken. In de eerste plaats was er natuurlijk de prijsschokken op de energiemarkten en de grondstoffenmarkten na de inval van Rusland in de Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Verder leden veel sectoren onder aanhoudende toeleveringsproblemen. Dat was natuurlijk deels het gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne, maar evenzeer toe te schrijven aan de herhaaldelijke lockdowns van de grote steden in China of bottlenecks in de transportinfrastructuur of gebrek aan mankracht. Verder zorgde de krappe arbeidsmarkt in veel landen voor druk op de lonen. Na verloop van tijd zijn de bedrijven dan ook de hogere kosten gaan doorrekenen aan de eindgebruiker en aldus stegen heel wat goederen en diensten in prijs. Eenmaal duidelijk werd dat de inflatie een hardnekkig fenomeen zou zijn, hebben de centrale banken aan versneld tempo hun monetair beleid verstrakt. Dat deden ze door in de eerste plaats de beleidsrente meerdere malen in grote sprongen te verhogen. En in de tweede plaats door hun aankoopprogramma's van overheidsobligaties te verminderen of zelfs stop te zetten. En in sommige gevallen gingen ze over tot een vermindering van de omvang van hun balansen. De Verenigde Staten hebben daarin sneller gehandeld dan het eurogebied. 2022 was ook een bewogen jaar voor de financiële markten. De koerswijziging van het monetair beleid maakte immers een einde aan een tijdperk van goedkoop lenen. En dat had gevolgen voor bedrijven, voor gezinnen en overheden wereldwijd. Lenen voor een woning werd bijvoorbeeld plots duurder. De aandelenmarkten gingen bijna overal diep in het rood en enkele cryptomunten crashten. De dollar kende dan weer een zeer forse appreciatie ten aanzien van de meeste andere valuta. De druk op de overheid om iets te doen was vooral groot in het Verenigd Koninkrijk en in de EU. Zo namen de overheden vaak maatregelen om de hoge energie- en elektriciteitsprijzen terug te verlagen en zo gezinnen en bedrijven te ondersteunen. Maar die maatregelen verzwakken echter de prikkel om energie te besparen en minderen de inflatie slechts tijdelijk. Eigenlijk hinderen ze het monetair beleid. De economie in het eurogebied was in het bijzonder weerbaar, ook al waren er verschillen tussen de lidstaten onderling. De overheidsmaatregelen hielpen om het koopkrachtverlies van de gezinnen te beperken. De arbeidsmarkt heeft sterker gepresteerd dan verwacht. En veel bedrijven slaagden er uiteindelijk in om energiebesparende ingrepen te realiseren zonder productieverlies.